Al lange tijd maken omwonenden van de Hoofdgraaf en Andel zich zorgen over de verkeersveiligheid. Met name maken zij zich zorgen over de hoge snelheid waarmee wordt gereden door alle gemotoriseerd verkeer en de toename van zwaar vrachtverkeer en ook de schoolbussen die trillingen in de huizen veroorzaken. 95% van deze bussen zijn overigens bestemd voor het aan de Hoofdgraaf gelegen Prinsentuincollege. Het bord met een maximumsnelheid van 30 km per uur wordt massaal genegeerd. Snelheden van 60 km per uur en hoger komen vaak voor en zeker ook in de avonduren. Veel woningen aan de Hoofdgraaf zijn niet op palen gefundeerd, waardoor het vrachtverkeer en de bussen trillingen veroorzaken, waar op lange termijn weer kan leiden tot schade aan de woningen. In een brief aan de gemeente vragen de bewoners aandacht, maar zeker ook oplossingen van het college voor dit probleem. Ook de dorpsraad van Andel onderstreept deze. Omwonenden zien graag dat er verkeersremmende maatregelen worden genomen middels rijbaanversmallingen door betonnen bloembakken, zoals bijvoorbeeld in Werkendam en Hank. Drempels zijn absoluut geen oplossing. Deze veroorzaken juist trillingen aan de woningen. Tijdens het forum voorafgaand aan de raadsvergadering op 17 september hebben de bewoners de ingezonden brief onderbouwd en kregen de gelegenheid om met de diverse fractievoorzitters in gesprek te gaan.